Hallo mensen, ik ben Ines van Duels Gaming en jij kijkt naar Prince of Persia and the Sands of Time. Het is alweer een tijdje geleden geloof ik, dat is de foute move, dat we dit hebben gedaan. En Bram is er dit keer ook eventjes niet bij, gewoon omdat hij eigenlijk geen zin heeft om te recorden. Ja, je kan niet altijd overal zin in hebben. Dat kan gewoon niet. Oké, ik moet niet die stem op gaan zetten, want dat heb ik al de hele dag lopen doen. Het is alweer sowieso een tijdje geleden dat we een echte live commentary hebben gedaan. En al helemaal Prince of Persia. Dus ik zal eventjes gewoon een beetje een soort van recap geven. De vorige keer in de Prince of Persia, in Prince of Persia hebben wij een paar beesten vermoord, een paar zwergen neergemaaid. Gewoon een beetje standaard gedoe. En niet heel veel meer, denk ik. En we gaan nu gewoon lekker rustig verder het verhaal in. We zitten bijna op de helft van het spel. Dus we maken goede vordering. Het is een beetje een hectische week achter de rug. Hectisch, dat woord gebruik ik echt nooit. We hadden een livestream en we moesten een video maken. Ik heb een video gemaakt voor TG in Dutch. Sorry, ik ga eventjes verzitten voor de situatie. We hebben een video gemaakt voor TG in Dutch. Voor degenen die dat niet kennen, dat zijn... Dat is een van de grotere Nederlandse kanalen. En jullie weten dat wij niet heel erg veel reclame maken eigenlijk voor onszelf. Maar ik dacht op een gegeven moment, en ook Bramble dacht dat van... Ja, we zouden toch wel iets meer kijkers willen. Want de respons die we nu over het algemeen krijgen, die is toch wel eigenlijk... Ik kan me niet herinneren dat ik op wat voor moment dan ook een slecht iets van kritiek of zo op... een commentaar heb gekregen. Maar ja, we hebben nu ook weer niet zo heel veel kijkers. En dus op een gegeven moment zou ik wel willen weten of die kijkers dat wel echt willen menen. En die zouden dus wel iets meer kijkers gewoon willen om onze mening, ons gewoon een beetje meer zelfvertrouwen te geven. Of misschien verbeteringen voor te stellen. Ook ga ik het dus... we zijn dus een beetje begonnen met een iets meer... Hoe zou ik het noemen? Iets meer reclame te maken voor ons kanaal. Want we willen een beetje groeien. En het gaat nou ook weer niet het allersnelste. Hey, een ladder. Die gaat Bas leuk vinden. En we willen dus redelijk wel wat groeien. En we hopen toch echt wel dat dat kan. Thanks. Don't mention it. Maxi hoor. We hopen dat we een beetje meer kunnen groeien en een beetje iets sneller misschien ook dan we nu gaan. Natuurlijk doen we het voor jullie lol, altijd. Maar op een gegeven moment zou ik onze verhalen toch wel een beetje meer willen verspreiden naar andere mensen. En niet alleen naar de 150 die er nu kijken ofzo. Dus zo ziet de toekomst van Duels Gaming er ongeveer uit. In de komende tijd zullen er redelijk veel commentaries aankomen. Ik heb al twee... You did it! Ik heb al twee onderwerpen voor Battlefield. De eerste is Flame. De tweede zijn game reviews. Allebei vind ik ze best wel interessant. En game journalistiek dan. Wow. Flame, wat dat is, ja, dat gaan jullie maar uitvinden bij de Battlefield commentaries. Over het algemeen hebben we gemerkt dat jullie de Battlefield commentaries wel echt heel leuk vinden. En dat die ook meer bekeken worden dan al het andere. Ja, die zag ik aankomen. Oké, tijd om deze zwergen eens goed te laten zien wie er nou eigenlijk de baas van dit land is. Ik ben de Prince of Persia. En daar ga jij gewoon echt geen ene reet aan doen, rotzwerg. Oh, dat waren ze niet allemaal, jammer genoeg. Het zou wel chill zijn geweest als we ze allemaal in één keer hadden, maar ja, dat ging gewoon niet worden. Dus, het duurt altijd eventjes voordat er een Battlefield commentary is. Maar dat is om de simpele reden dat ik daar iets meer tijd in moet stoppen. Omdat ik gewoon echt even mijn verhaal wil voorbereiden en niet zomaar out of the blue ga praten. Oef,
pijnlijk. Ik zie echt geen ene Prince of Persia door dit rare camera werken. Oh. Oef. Au. Oh. Oh. Ah, come on. Oh, dank je. Die vrouw die helpt me. Oké. Au. Oké, nu gaan we dansen. En die is neer. Netjes. Ah, kom op. Maar over het algemeen vonden de mensen... hebben ook alleen maar positieve reacties gehad op de livestream. Wat wel leuk was. En ja, dit was het livestream. Was over het algemeen ook gewoon heel leuk om te doen. En we gaan zeker meer livestreamen. En dan denk ik een beetje aan vooral League of Legends. Want dat is het moeilijkst om normaal te filmen. En toch al redelijk makkelijk om als livestream op te zetten. En voor degenen die het nog niet weten, Global Game Experience gaat op dit punt van zijn bestaan, van haar bestaan, misschien is dat mooier om dat te zeggen, heel erg groeien. En dat doen ze ja, op een bepaalde manier. Wat ik niet echt kan zeggen. Maar ze gaan heel erg groeien en ze gaan dingen veranderen. Dus voor degenen die het nog niet kennen. Het is een website voor YouTubers om zichzelf te promoten. Promoten. En elkaar kennis te maken met andere kleinere YouTubers. En zo toch wel een soort van vriendschap op te bouwen. Ik word hier helemaal nostalgisch van. Ik ga eventjes door. Want dat zou wel eens moeten kunnen, vind ik. Oké. Dus Global Game Experience gaat groeien. En ben je nog niet aangemeld voor Global Game Experience? Dan ga jij je nu aanmelden. Dan heb je natuurlijk een YouTube kanaal. www.globalgameexperience.com of www.ggx.com. En tussen de letters moet dan een streepje. Voor degene die het nog niet weet. Ik ben een shoutcaster van die website. Dat inhoudt dat ik leuke dingetjes mag vertellen. Soms. Maar het is hartstikke leuk om te doen. En het zijn ook aardige gozertjes daar. I'll just wait here then, shall I? Of course, darling. Ah, kom op. En dit... Oh, wow. Het fijne is ook... Oh, daar kan ik niet aan trekken. Ik moet springen. Nee, dat gaat hem niet worden. Het fijne is ook, dat zei ik toch net. Of is de tijd nu teruggespoeld? Hé, wat is dit voor een ongein? Oh. Hé, ik weet echt niet wat ik moet doen. Oh, kijk, daar zijn we. Ja, maar ik had het ergens over. En ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik het over had. Nou, nu ben ik helemaal van mijn apropos. Sorry. Ik heb een video dus ingestuurd voor TGN Dutch. En... dit is een gameplay van Splinter Cell Conviction. En ik ben de enige van Naturalist Gaming die erin praat. Waarin ik een beetje vertel over mijn verleden. En een beetje vertel over de game. Oef. Een beetje vertel over het spel. En een beetje vertel over, wat ik van Call of Duty vind. En dat is altijd leuk om te horen. Want ik hou niet zo van Call of Duty. Hoe doe je dit dan? Oké, niet. Dus... moet ik nu hier... Hoe moeten wij dit doen? Sorry. Ik snap het niet. Ik snap het niet! Verdomme. Hé, wat is dit? Oef. Die was heel close. Oh, ik zie hem hoor. Denk ik. Oh, dat is niet handig. Ja, ik weet wat ik moet doen. Nice. Ik hoop niet dat ik al te lang over deze puzzel ga doen, want de aflevering mag natuurlijk niet te lang duren. Speciaal voor jullie kijkplezier. Maar ik had ook een beetje een vraagje aan jullie. En dat vraagje dat luidde als volgt. Kom op. Ik kan... Nee, dit is niet het goede pad om af te leggen. Hoe moet dit?
Ja, dat vraagje ben ik nou ook weer vergeten. Dat is helemaal perfect, want ik ben gewoon nu op dit moment dus alles vergeten. Dus ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet zeggen. En dat is een van de slechtste dingen die je kan overkomen als commentator. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk ook al wel. Als ik nou is gewoon... Oh, aan dit ding trek. Nee. Oh, zij moet aan dat ding trekken. Ja, waarom trekt ze er dan niet aan? Hehe, eindelijk. Ja, soms luisteren die mensen dus echt niet. Hè. Dan moet je ze gewoon even vertellen wat ze moeten doen. Dan moet je even de leiding als alfamannetje overnemen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Oh, nu kan ik zeker hier aantrekken. Ja, kijk. Ik heb hem helemaal door, hoor. Sorry, ik ben een beetje in de bui van de gekke stemmetjes. Als jullie dat nog niet door hadden. Bremel weet er alles van. En als zij nou iets nuttigs gaat doen, dan zou dat heel fijn zijn. Dit heb ik nog niet gezien, hè. Dat je first person view kan. I'll pull the lever. Cool. Pull the lever. Yeah! Oh. En dan gaat hij wel te hoog. Dat is misschien wel vervelend. Moet ik nu weer... Oh, het is een beetje crappy. Oh, een beetje crappy. Sorry, mensjes. Oké, als ik nou hier aan trek... Nee. Hier aan trek? Nee. Oh, dan weet ik wat we moeten doen. Dan gaan we hierop. En dan moeten we even die crappyheid stoppen. Dat ding gaat door. Dan klimmen wij hierop. Huppakee. En dan kunnen wij springen. Yeah. Oké. Het is echt heel vervelend dit. Kom op. Oké, we zijn zo terug. Zonder de lag. Oké, daar zijn we weer. Hopelijk kan het ermee door. En dan gaan we niet weer keihard kapot leggen. Oh, nu kunnen we vanaf hier daar naartoe springen. Hey, kijk. Oh ja, die mouw, die is toch wel vervelend. Huppakee. Gooi die af. Ja joh, ga je lekker uitkleden hier live op YouTube. Ja man. Doe ik ook altijd hoor. Oh, wat? Ja, nee. Dat is niet helemaal waar. Oké, dit is echt vervelend. Oké. Maar, dus op een gegeven moment dan zal mijn video van Splinter Cell Conviction online komen op TGN. En dan ga ik dat natuurlijk even aan jullie vertellen. En dan zou het fijn zijn als jullie gewoon even je mening gaven over de video en zo. En misschien ook eventjes zeggen of jullie tegen TGN dan, of jullie willen dat ik doorga met de serie die ik daar ben gewonnen. Op dat moment ben begonnen. Hij gaat op een random moment online komen. Ik weet niet precies wanneer die online gaat komen. Maar, want ze werken een beetje met een raar rooster. Maar op een gegeven moment merken jullie het wel. Hey, een ladder. Nog meer ladders. En alles wat ik hier heb gezegd is geen officiële statement van Naturals Gaming. De toekomst van Naturals Gaming die bespreken we in een andere video, iets officiëler. Dit is een beetje een crappy. Gewoon om iets verder te komen in Prince of Persia en The Sands of Time. Sands of Time. Ga hier onderdoor kruipen, mens. Goed zo. En dan, hij kan daar ook echt onderdoor. En dan merken jullie dat op een gegeven moment wel. Als wij echt officieel de toekomst van Naturals Gaming gaan bespreken. Rennen, mens. Keep running! Ja, oeh, die beesten. Oké. Tijd om te vechten. Kom eens hier. Kom eens hier. Die is dood. Er is nog één dood. En daar komt de derde. Ja, ga dood. Ja, een kandidaat. Kan niet. Ah, kom op. Hier is een missie, jammer. Schiet. Deze beesten zijn heel vervelend, want je moet ze precies goed counteren.
En als je dat niet doet, dan zijn ze alweer buiten je range om ze te slaan. Maar ja, ze zijn wel in één hit dood, dus dat is ook wel weer fijn. Oh ja, ja, Nijers, een beetje met z'n tweeën maar aanlopen vallen. Dat doen ze zelfs in Assassin's Creed niet. Oh ja, in een nieuwe wel, hè. Volgens mij doen ze dat in een nieuwe wel. Ja, wat is dit? Schiet eens raak, vrouw. Kijk, oké. Okay. Dan kan je wel gaan dansen met je zwaardje, maar dan krijg je die beesten niet meer dood. Hehe, oké. Okay. Even stoer doen. Mocht ook wel nadat hij die rotbeesten eindelijk had afgemaakt. Oef. En dan is het tijd voor de hasjes, hasjes, hasjes. Oh. Crap. Ja, dan kan je niet meer terug. Dat is toch wel vervelend. Ja. No way back. Dus er komen binnenkort Battlefield gameplays aan. Ik zal zo goed mogelijk mijn best doen op het commentaar om het weer begrijpelijk, leuk en interessant te maken. Dat je er ook nog wat van leert. Oh nee, wacht. School is afgelopen. Yeah! Dus tot de volgende keer. We zitten officieel op de helft van Prince of Persia en The Sands of Time. Dit is een eentje van Tales Gaming. Game on!